dames aan de startrek van 7 en 8 jaar bij de B-finale. Gaan we kijken naar Jelke van den Broek. Alles onderschoten, Loes Henning en Loes Verschuren. Zij zijn onderweg in hun finale. Want het is gewoon een finale hoor. Er kan wel een B voor staan, maar niks mee te maken. Finale is finale en je staat hier maar mooi in Os. Gaan we kijken naar CV de Oosten, naar die dame met het 53 plaatsen. Jelke van den Broek, zij zit hier op de eerste plaats. Wordt achtervolgd door Van de Schoot. Van de Schoot op 2. Daar gaan we naar Aden. We gaan naar Loes Verschuren op die derde positie, waar de hekkensluiter van vandaag zal zijn. Loes Henning, zij gaat wel goed komen hoor. Ik heb dat gezien, jullie ook denk ik wel. Maar vooraan is het nog steeds de dame van de Westen. Haar teamgenoot, die dan de snelste is in deze B-finale. Lijkt het in ieder geval de winst te zijn voor Jelke van den Broek. Van de Schoot op de tweede plek. Gaan we kijken naar die Loes Verschuren op 3. En vierde voor Loes Henning. Door naar de A.